Een reuzenlang ontbijt op Tweede Pinksterdag. Dat organiseert bakkerij Nobels voor de vierde keer voor het goede doel. Dit jaar voor speeltuin Victorie, waar regelmatig activiteiten voor kinderen worden gehouden. Maar ondanks de goede weersverwachtingen ging dat ontbijten niet zonder slag of stoot. Een onverwachte bui onderbreekt het ochtendmaal. Maar toen die verdwenen waren, konden de 800 deelnemers weer gewoon verder ontbijten. Ook bij winkelcentrum Bieshof in de Dordtse wijk Stadspolders was het dit weekend gezellig. Op het Van Eesterenplein was het 3 dagen lang Pinksterbraderie. Op eerste en tweede Pinksterdag was de braderie geopend van 11 tot 5.